Allereerst wil ik iedereen bedanken die een vraag naar ons opgestuurd heeft. Vandaar dat wij deze vlog hebben kunnen maken vanuit de vragen die we hebben gekregen over het gebruik van de Bobokkens Live app. Vandaag wil ik met jullie inzoomen op het maken van een grid, een export en we lopen even de settings aan. Doen jullie mee? Openen we de Bobokkens Live app. Hier zitten al camera's in. Ik heb jullie de vorige keer laten zien hoe we camera's in de Bobokkens Live app toevoegen. Ik zal het nog even vlug laten zien. Linksboven de drie streepjes. Dan naar live. Linksonder het vergrootglas is voor het automatisch zoeken naar Bobokkens camera's in het netwerk. Het plusje is handmatig camera's toe te voegen. Is dit nieuw voor je en wil je weten hoe dit in zijn werk gaat, dan adviseer ik om de vorige vlog even terug te kijken. We gaan nu terug linksboven naar de drie streepjes en we tikken op grids. Onderin hebben we het plusje, daar tikken we op om een nieuwe grid aan te maken. Bij name kunnen we de grid een naam geven. Het formaat. Hoe we dit moeten lezen aan de linkerkant gaan we van boven naar beneden en de karakters en de nummers aan de rechterkant gaan van links naar rechts. Dus 1, 3 is één vakje van boven naar beneden en drie vakjes van links naar rechts. Ik wil bijvoorbeeld vier camera's toevoegen. Ik wil daar een mooi kwadrant voor hebben, dus ik pak de 2x2. Dan drukken we op save. Dan zien we nu dat we een layout hebben gemaakt voor vier camera's. Om de camera's toe te voegen, tikken we rechtsboven op Edit en op het plusje. We krijgen nu de camera's te zien die al in de app zijn toegevoegd. Ik klik simpelweg op de camera die ik linksboven wil hebben en hij wordt ingevoerd. Deze stap herhalen we voor alle velden, zodat onze grid mooi gevuld is. Wanneer de camera's op de goede positie staan, gaan we weer naar rechtsboven op Done om de layout vast te zetten. En zo hebben we vrij snel een mooi overzicht gemaakt van vier camera's. Willen we nou één camera fullscreen zien, dan drukken we enkel op de camera die we willen zien. Linksboven weer het kruisje. Om terug te gaan naar de grid. Wil ik bijvoorbeeld onze intercomcamera zien, tik ik op onze intercomcamera waardoor ik fullscreen beeld krijg. Linksboven kruisje. En zo kan ik naar alle camera's fullscreen toe. Heb je nou toch een foutje gemaakt? Wil ik bijvoorbeeld deze camera linksonder staat, linksboven hebben staan? Gaan we terug rechtsboven naar Edit. We krijgen onze rode stopbordjes te zien linksboven in de hoek. We verwijderen de twee camera's. En we selecteren simpelweg de camera's die in de tegels moeten komen. De app laat ook zien welke camera's er al gekozen zijn. Die zijn grayed out. Op deze manier hebben we een kwadrant grid gemaakt. Uiteindelijk zijn er instellingen in settings die daar weer mee te maken hebben. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen als je de app opstart dat je een single camera krijgt als startscherm of een grid die we bijvoorbeeld net gemaakt hebben. Dan gaan we naar start page bij settings en hier kunnen we kiezen of we de camera of een grid willen zien op het moment dat we de app opstarten. We zetten hem even op de grid. We gaan naar back. Ik zal het meteen even doen. Op het moment dat we de app opstarten, krijgen we dus de grid te zien.
Terug naar settings. Show camera reference image. Op het moment dat we deze aanzetten, gaan wij, als we in de live functie zitten, we willen een andere camera selecteren, zien we meteen een reference image van die camera. Voorheen zagen we alleen de camera naam, dus intercom, oprit enzovoort. En in settings, als we deze uitzetten, dan zien we enkel de camera naam. Show full image. Op het moment dat ik deze uit zou zetten en ik ga naar een camera, ik zal het even laten zien, dan is deze niet fullscreen. Dan is het altijd ingezoomd. Wanneer we de show full image aanzetten en we hebben een camera die we gaan bekijken, dan krijgen we altijd het volledige beeld te zien. Ik zet deze zelf altijd aan om altijd het volledige beeld te zien als we de camera benaderen in de app. Dan hebben we nog de Use Bigger Icons. Als ik deze aanzet, zie je eigenlijk al meteen wat er gebeurt. De tekst wordt groter, de icoontjes worden groter, dus ook onze knoppen onderin en onze soft buttons. Die worden dan ook een formaat groter. Dus dat is wel prettig. Dan hebben we nog de audio, dus de ringtoon en een alarmtoon. Het onderscheid tussen een ringtoon en een alarmtoon, oftewel een ringtrigger of een alarmtrigger, is een oproep. Dus bij een deurstation is dat een ring. En willen we bijvoorbeeld een notificatie ontvangen bij beweging, dat is de alarmtoon. Dus we kunnen voor een oproep van de intercom een ander geluidje af laten spelen, als bijvoorbeeld een notificatie bij beweging. Dan kunnen we nog kiezen tussen twee schillen van de app, een dark theme of een white theme. Dus maar net wat je mooi vindt. En dan komen we op het laatste stukje, het exporteren van de configuratie die we gemaakt hebben. Export. Oké. Dan vullen we hier een gebruikersnaam, of ja, eigenlijk een password in, om het bestand met een password te beveiligen. Oké. Dan krijg ik eigenlijk meteen de mogelijkheid om de configuratie te mailen. En de configuratie zit in de mailbox. Wil je die configuratie nou bijvoorbeeld inladen? 3 streepjes settings, import. En we kunnen vanuit hier het bestand inladen. En dan zal de app identiek hetzelfde zijn als het bestand wat we hebben ingeladen. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk was voor jullie. En als het goed is, heb je een grid van 4 camera's gemaakt. Staat de app er zo bij. Heb je er 6? Moet je mij even bellen, want dan is er toch ergens iets fout gegaan. Vond je dit een leuke video? Duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal om op de hoogte te blijven van de vlogs die wij maken over de Bobotis camera's. Ik hoop jullie weer in de volgende vlog te zien. Groetjes!